Goed. Ja, ik ben heel blij eigenlijk hier te kunnen spreken. Het is ook erg leuk om de ervaringen van Rutte te horen. Want dat lijkt wel het proces waar ik zelf ben doorgegaan. En ik moet zeggen dat ik op enig moment ongeveer die uitgetelde man was op dat asfalt. Want dat Rotterdamse woongenootschap is een briljante mislukking geworden. Het is inmiddels opgeheven. Maar wij hebben er wel veel van geleerd. En dat heeft dan dat boek opgeleverd. Want wij zijn tot in de haarvaten van het huisvestingssysteem in Nederland moeten gaan om eigenlijk de passende condities te ervaren die nodig zijn om een coöperatie echt te laten vliegen. En dat gaat niet vanzelf. Dat blijkt ook wel uit het verhaal van Rutte. En ik ben heel erg blij ook met de gedeputeerde hier. Die zegt, wij willen ook echt mensen uitnodigen en dan mensen gaan helpen. En daar hebben we ook budget voor gemaakt om het te laten vliegen. Want niets is zo stimulerend, dat ben ik ook met Rutte wel eens, als gewoon werkende voorbeelden waar zich gewoon werkendeweg een hechte community ontwikkelt die niet alleen voor de mensen die daar wonen wat betekent, maar ook voor een wijdere omgeving. Misschien ter introductie, misschien me even introduceren en vertellen hoe ik bij dat Rotterdamse woongenootschap ben betrokken. Ik ben in 68 gaan studeren, dat is natuurlijk niet zomaar een jaar, dat is het raar van l'imagination au pouvoir en de maatschappelijke relevantie. En de studenten die de stadsvernieuwingswijken werden ingestuurd. Ik ben in 75 afgestudeerd, niet als architect zoals ik begonnen ben, maar als volkshuisvester. Nou bestaat dat woord volkshuisvesting eigenlijk nauwelijks meer in Nederland, want we hebben het nu over woningmarkt. Maar ik ben blij dat er, dus sinds kort weet u, weer een minister is voor volkshuisvesting. Het departement is 15 jaar geleden opgeheven. En die mag nu met de resten van wat eens een machtig departement was, weer proberen volkshuisvesting op te bouwen. Hoe raakte ik hierbij betrokken? Ik heb een levenslange loopbaan in de volkshuisvesting, in de stadsvernieuwing. Ik heb veel woningen als opdrachtgever moeten bouwen, realiseren. Veel met participatieprocessen te maken gehad. En ik werd in de zomer van 2016 gebeld door Nienke Happel. En Nienke Happel is een jonge vrouw met twee kleine kinderen die op een totaal ongeschikte bovenwoning in Rotterdam zit. En eigenlijk al jaren niet een woning kon vinden. En die was in Zürich geweest. En zag er allemaal vrolijke projecten waar allemaal verschillende mensen, jong en oud, 1-2 persoonshuizen, gezinnen wonen met prachtige gedeelde voorzieningen, met mooie balkons en mooie tuinen. En niet één, niet twee, maar 10 en 20 en 30. En die vroeg zich, wie maken dat nou allemaal? Nou, dat waren dus de genossenschaften, de wooncoöperaties in Zürich. En toen heeft ze terug in Rotterdam gedacht, waarom noemen we dat in Rotterdam ook niet? Subsidie aangevraagd, de Fonds Creatieve Industrie. Die hebben haar dat gegeven om daar een businessmodel voor op te zetten. Want het is inderdaad een onderneming. En die hebben toen ook gezegd, haal er nou iemand bij met een beetje verstand van die zaken. Dus ik werd in de zomer van 2016, dat is inmiddels 6 jaar geleden, gebeld door Nienke. Die vertelde mij haar verhaal. Ook die zoektocht van jaren, niks kunnen vinden, niks kunnen betalen. Hoewel ze een bedrijfje heeft, architect is, best een behoorlijk inkomen, haar man ook. Maar gewoon, gaat niet. En ik zei, ik ga jou helpen. Maar, zei ik, dat kan ik ook niet alleen. Want wij gaan echt de woningmarkt moeten veranderen. Wij moeten ruimte maken voor iets nieuws. Tussen markt en de sociale huisvestingsinstelling in. Dat gaat niet vanzelf. Dus ik wil een hele goede bankier erbij. Een hele goede jurist. Een hele goede netwerker. Om een community te organiseren. En wij gaan pas de coöperatie oprichten. En dat sluit ook aan bij Rut haar verhaal. Op het moment dat we concreet iets te bieden hebben. Want een coöperatie zijn altijd 3 dingen. Je moet eerst een groep hebben die wat wil en ook ambities heeft die ze delen, iets samen wil realiseren. Maar dan heb je grond nodig, zwaar bevochten grond, in ons geval in die stad Rotterdam. En dan heb je geld nodig. En ik voorzag wel dat we eerst nog al een tijdje bezig waren voordat we überhaupt iets aan een groep te bieden hadden. Nou, we hebben heel snel, we hebben dus dat businessplan uitgewerkt. Heel erg veel geholpen door de Zwitsers, die genossenschaften. We hebben in ons boek later ook München en Wenen onderzocht. U weet, Wenen is eigenlijk de hoofdstad van betaalbaar wonen in Europa. Nergens woon je breder en betaalbaarder als in Wenen. Dat heeft ook een geschiedenis. En die mensen hebben ons zeer geholpen om eigenlijk met hun 100 jaar ervaring eigenlijk de inhaalrace in Nederland te gaan doen. We hebben vrij snel een grondreservering gekregen voor 3 stukken grond van de gemeente Rotterdam. Maar ja, u weet, voordat je kan gaan bouwen, moet je eerst een hele hoop investeren. Ongeveer 10-15% van de kosten van een appartement of een woning. Ja, wie gaat dat doen? Dat konden de leden niet direct betalen. En er was nog niet een regeling, nog niet de provincie die ons ging helpen, of als gemeente Amsterdam die daar iets voor had bedacht.
Dus we hebben gedacht, wij moeten ontwikkelpartners zien te vinden die dat fonds willen voorfinancieren. Dat bleek uiteindelijk best een noodlottige vergissing. Want die ontwikkelpartners, dus een projectontwikkelaar, een stichting, een sociale huisvestinginstellingen, die zei altijd, ja, als het u niet lukt, wat zit er voor ons dan in? Nou, de terugvaloptie was dat ze gewoon dan vrije sector huurwoningen zouden kunnen maken. En ik zal u zeggen, de zaak is op twee dingen vastgelopen. In de eerste plaats, toen het go-no-go moment kwam, dat eigenlijk de terugvaloptie voor al die instellingen aantrekkelijker was als met die coöperatie doorgaan. Want ze hebben er allemaal hele mooie projecten in Rotterdam al over gehouden, maar met de rendementen die in de vrije sector huur worden gemaakt, die zien er heel anders uit als bij een coöperatie. Met de mogelijkheid om die prachtige woningen na 15 jaar gewoon te verhandelen op de markt en dan nog een extra rendement te maken. Dus dat was geen goede strategie. En ik kom er zo op terug wat er dus nodig is aan condities om dat te voorkomen. En het tweede wat van heel groot belang was, dat wij eigenlijk ontdekten dat in 20, 30 jaar tijd een toch wel trotse huisvestingssituatie in Nederland met een beschikbare woningen, zeer betaalbare woningen, zeer sterke sociale huisvestingsinstellingen, inderdaad totaal verschoven is naar een marktgerichte instelling en dat iedereen en alles op marktconforme condities afrekent. Dat wil zeggen dat onze grond die we uiteindelijk gereserveerd hadden gekregen, werd gewoon getaxeerd als waren wij een belegger. En ik heb de liberale wethouder van Rotterdam eigenlijk niet kunnen overtuigen dat als wij toewijzen aan een doelgroep tegen gereguleerde huren, als wij ook grote woningen voor gezinnen bouwen met lage middeninkomens, met een voor hen betaalbare huur, als wij de huur nooit meer verhogen als de inflatie, zodat het niet zo is dat elke inkomensstijging of stijging van pensioenen en uitkeringen meer dan wordt afgeroomd door een te hoge huurstijging. En als wij bovendien ook nimmer verkopen, dat wij ook nimmer de grondprijs kunnen betalen die een belegger betaalt die dat allemaal wel doet. Ik zal u zeggen, ik kom er zo op terug, een coöperatie kan ongeveer de helft van de grondprijs betalen wat een belegger betaalt. Zo simpel is het. En ik zou u, we hebben in het vooroverleg eigenlijk gezegd dat we, ik kan u eigenlijk heel veel vertellen over heel veel aspecten van die coöperatie en al die ervaringen. U heel veel voorbeelden laten zien uit al die steden die we bezocht hebben. Maar eigenlijk in het vooroverleg kwam eigenlijk naar voren dat het eigenlijk ook wel belangrijk is om de basisgedachte achter die coöperatie van die gemeenschapseconomie en wat die kan bijdragen aan een sterke en ook meer rechtvaardige stad, om dat eigenlijk meer centraal te stellen. Want dat heeft ons ook sterk bewogen. De huisvestingssituatie, ik kan u zeggen, de woningmarkt in Nederland is totaal ontspoord. Het is zo dat de gemiddelde koopwoning, want ook de Nederlander heeft misschien niet zo sterk als de Vlaming een baksel in de maag. Het eigen woningbezit is een beetje lager, maar eigenlijk is Nederland handelsland. Dus de aantrekkelijkheid van die belegging en de handelswaar van die woning is in Nederland ook zeer sterk aanwezig. Maar een gemiddelde woning in Nederland, eigen woning, kost inmiddels 4,5 ton. De bank leent u 4,5 of 5 keer uw huishoudinkomen. Dus dan voelt u wel, dan heb je 80.000, 90.000 euro inkomen nodig als huishouden om nog een woning te kunnen kopen in Nederland. En we hebben, en dat was voor ons ook een belangrijke aanleiding, dat de sociale huisvestingsinstellingen, die mogen sinds de nieuwe woningwet in Nederland van 2015... alleen nog maar huishoudens helpen met een inkomen tot ongeveer 40.000 euro. Dus het is in Nederland zo dat die hele groep, en dat is een hele grote groep die tussen 40.000 en 80.000 euro zit, die kan eigenlijk geen kant meer op. Die kan dan huren op de private huurmarkt. Ik ben bijna jaloers op de cijfers die de gedeputeerde hier over de woonquotas liet zien. Want die woonquotas op de vrije huurmarkt die lopen in Nederland op richting 40-50%. En de huurprijzen lopen op van 15, 16 euro per vierkante meter per maand tot ver boven de 20 euro per vierkante meter per maand. Dus als je al wat kan huren, is dat een steeds kleiner appartementje, een steeds hogere toren zonder buitenruimte, want onder de 50 meter hoeft dat ook niet meer. En dat hebben mensen natuurlijk in de coronatijd ook allemaal hard ervaren, hoe beperkt dat is. En dat betekent ook dat in Nederland 1,1 miljoen jongvolwassenen tot 30 jaar inmiddels weer thuis wonen. En dat als je wel in aanmerking komt voor de sociale huisvestingssector, dat de wachttijden oplopen tot meer dan 10 jaar. Dus wij zijn van een land wat eigenlijk een hele sterke huisvestingstraditie kende als het over beschikbaarheid en betaalbaarheid ging,
afgegleden naar een land wat gewoon een totaal ontspoorde woningmarktsituatie heeft. En wij geven in het boek eigenlijk aan dat wij nog maar één weg zien. Dat is eigenlijk de huisvestingsinstellingen weer bredere taakstelling geven. Maar dat eigenlijk ook in aanvulling op de markt absoluut die woningsector van coöperaties nodig is. Die inderdaad niet speculeert, die woningen niet als handelswaar ziet. Maar die woningen uitsluitend ziet als iets waar je goed kan wonen. Op een zorgeloze wijze eigenlijk. Nou, dat als introductie. Dus daar gaat het verhaal vooral om. Ik kan gewoon doorklikken met mijn pijltje. Ja. Ik heb een lezing in 20 sheets voor u gemaakt. Dat zou ongeveer moeten lukken in de tijd die mij is toebedeeld. Ik heb het niet helemaal uitgeschreven, maar ik ga mijn best doen dat te halen. Ik ga met u na het afhaken van burgers door de toenemende ongelijkheid, ook op culturele verschillen. Ik wil niet de verkiezingen in Frankrijk behandelen, maar dan zien we soortgelijke processen. Maar ik zal u ook zeggen dat ook in Nederland een atlas van afgehaakt Nederland bestaat. Dus dat is ook zeker daar aan de hand. En dan naar het burgerinitiatief gaan als een basis voor een sterke civic society. Want er is ook wat aan de hand met onze democratie en de sterkte van onze rechtsstaat en democratie. En in dat geheel zal ik uitleggen waarom juist huisvesting dan de aandacht vraagt als het hierover gaat. En waarom dan ook die wooncoöperaties een noodzakelijke aanvulling zijn op wat de markt en de sociale huisvesting biedt. En heel belangrijk, dit alles kan ook niet zonder ook als ware de rol van de overheid zelf te herzien. Ik noemde u al, van dat sterke departement in Nederland zijn nu 120 mensen overgebleven. Er waren er ooit een paar duizend, waarmee onze nieuwe minister nu moet proberen de wooncrisis te bestrijden. Nou, ik wens hem daar veel succes bij. Ik bedoel, hij is echt wel goed van hart, maar dat zal een hele zware klus zijn. Ik heb de ongelijkheid in Nederland geschetst net. Ik weet natuurlijk van België veel minder, maar ik ben eens even wat gaan googlen. En laten we zeggen, Piketty geldt over de hele wereld. In Nederland, maar ook in België. Dus 1% van de rijkste Belgen bezitten 24% van alle rijkdom, en ook uw land. En hoewel Nederland en België allebei, als het over de Gini-coëfficiënt gaat, die de inkomensgelijkheid meet, als ware best goed scoren, als je even achter die cijfers kijkt, en ik heb hier twee rapporten liggen, zowel van het CBS in Nederland als een statistisch bureau in België, dan zie je eigenlijk dat ook in België de inkomensongelijkheid ook is toegenomen. De afgelopen jaren. Iedereen is er weliswaar vooruit gegaan, maar de 10% armste Belgen die zagen inkomen met veel minder stijgen als de 10% rijkste Belgen. Dus de inkomensverschillen zijn gegroeid. En wat ik dan zo belangrijk vind, het gaat niet alleen over inkomen, maar met die dingen samen hangen ook grote verschillen in gezondheid. Grote verschillen in de positie op de arbeidsmarkt. Dus de ongelijkheid die strekt zich uit op een hele hoop gebieden. En ook tot een hele hoop mensen die zich niet meer gezien en gehoord voelen. En ik zal u zeggen dat de grootste bron van ongelijkheid is vermogen en ook stenen. Dus de mensen met de stenen in de maag, die kunnen daar misschien blij mee zijn. Maar wij zien dus in Nederland in ieder geval, ik zal u laten zien dat het in België ook aan de hand is, dat inmiddels 3/4 van de Nederlanders die niet overwaarde heeft of spaargeld of ouders die ze jubelton toestoepen, die kan geen kant meer op. En die gaat ook niet meer meedoen aan die vermogensgroei. Nee, die gaat geld overmaken met die enorme huurquotas en rendementen aan de mensen die toch al veel geld hebben. En zo zal de ongelijkheid elke dag verder groeien. In leeftijden, tussen generaties, tussen mensen met verschillende opleidings- en achtergronden. En dat is een probleem wat we in onze democratische rechtsstaat eigenlijk op den duur niet kunnen hebben, zal ik u zeggen. En ik vond dit interessante grafiekje over de Belgische situatie. Dat is eigenlijk hoe eigenlijk de verschillende, en dit is dan niet inkomenskwartielen, maar inkomensquintielen. Dus de groep huishoudens steeds in vijven gedeeld. En u ziet eigenlijk dat de mogelijkheid om een eigen woning te krijgen eigenlijk voor de laagste inkomensquintielen sterk afneemt, ook in België. Dus ook in België wordt de situatie steeds nijpender voor mensen met lage en lage middeninkomens en wordt de noodzaak van een alternatief ook hier steeds groter. En je kunt je afvragen van zijn mensen ook niet afgehaakt gemaakt?
Er is dus in Nederland een zeer grondig onderzoek gedaan die dus gezondheidssituatie, werkloosheid, arbeidsinkomen, opleiding, al die dingen ook gaat relateren aan stemgedrag. Nou, dat zijn wat mij betreft tamelijk serieuze kaarten allemaal. En dan zie je een hele zone van Nederland, van afgehaakt Nederland. En waar tekent dat onbehagen zich af? Ja, dat tekent zich af in de randen van Nederland, dus ook voor een deel de krimpgebieden. Dat tekent zich af in de oude industriële regio's die het afleggen in de wereldwijde de globale competitie. Dat tekent zich af in de voormalige groeikernen, waar eigenlijk de armoede stijgt, waar de sociale voorraad steeds ook meer een voorraad wordt van mensen met heel veel problemen. En de krimpgebieden van Nederland, die eigenlijk leeglopen door de trek naar de stad. En belangrijk daarbij is dat eigenlijk dat de mensen ook zien in hun eigen omgeving dat op tal van gebieden waar ze vroeger de zorg van de overheid hadden, in de zin van zorgvoorzieningen, goed onderwijs, betaalbare huisvesting, hulp aan huis, al die dingen meer, dat dat ook zwaar onder druk staat. Dus ze voelen zich niet gezien, niet gehoord en ook wat in de steek gelaten in het dagelijks leven wat ze moeten leiden. En ik ben een enorme fan van Cenk Willink. Hij is nog 10 jaar ouder dan ik, maar hij wordt regelmatig van stal gehaald in Nederland als we helemaal niet meer weten hoe we überhaupt tot een regeerbaar land moeten komen. En hij heeft een heel mooi boekje geschreven. Ik kan het u aanraden. Je hebt het in de 2 uurtjes uit. Dat heet Groter Denken, Kleiner Doen. En wat mij betreft is coöperatief organiseren is iets van groter denken. Namelijk over de thema's die ik hier aan de orde heb, maar gewoon kleiner doen. En wat mij opvalt in de groepen waarmee we gewerkt hebben, want uiteindelijk toen we het voorwerk hadden gedaan in Rotterdam, hebben we toch wel de groep georganiseerd. Want toen hadden we gewoon plaatjes van mooie projecten en nog het perspectief dat we binnen 2 jaar aan het bouwen waren, dat mensen binnen 3 jaar zouden wonen. Dus toen zijn we gaan praten. En dat vind ik dan ook, in aansluiting op jouw verhaal Rut, aardig, dat we merken dat we inderdaad 2 groepen hadden. Als we zo'n rondje maakten, je moet zich voorstellen, die ledengroep was ongeveer deze tafel. Hè? En dan hadden we nog 200-300 volgers die ons volgden. Dan waren er inderdaad 2 duidelijke groepen te onderscheiden. Dat waren de groepen die zeer waardegedreven waren. Als ik het even kort door de bocht zeg, ik ben helemaal klaar met die speculatie en dat gedoe en die handel. Ik wil gewoon wonen. Dat waren de hele waardegedreven mensen. En de andere is naar gewoon de pragmatiek van wanneer kan ik wonen. En wat krijg ik daarvoor? En dat konden we inderdaad pas laten zien toen we die tekening hadden. Ja, je hebt echt een balkon waar je met 6 man buiten kan eten. En ook als je een kleine woning hebt en je hebt kinderen die op bezoek komen, dan kunnen die kinderen ook nog op de tafel. Je appartementje is niet zo klein dat dat niet kan. En ja, je woning is misschien compact, maar je hebt een hele mooie hoop gedeelde voorzieningen voor dingen die je niet elke dag gebruikt, die je deelt. Een guestenzimmer, een grote gemeenschappelijke keuken, een gemeenschappelijke tuin, een goede gemeenschappelijke fietsenberging. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat ging heel mooi. Maar terug naar Cenk Willink. Hij geeft eigenlijk aan dat de vertegenwoordigende democratie, die, zoals we in onze landen kenden, die kan eigenlijk niet ook zonder een maatschappelijke democratie. Een draagvlak in de wijken, in de civic society, die als ware de totale democratie van een land draagt. Die kan niet zonder actief burgerschap. En voor die burgers die afgehaakt zijn, is eigenlijk die positie in die burgersamenleving en wat die te bieden heeft ook belangrijker als allemaal hoogover wijzigingen waar we in Nederland in commissie Remkes enzovoort over praten, over wijzigingen in kiesvelsel. En u weet al, 40 jaar discussie in Nederland over referendum, moeten ze bindend zijn en raadgevend. En, nou ja, we schrikken dan als Oekraïne, als het EU-referenda worden afgestemd, ja, dan schrikken we van het volk, bij wijze van spreken. Dus ja, dat is heel, maar die burger gaat het vaak om andere samenleving. En die goed functionerende markt, die heeft ook als ze duurzaam wil zijn, eigenlijk een tegenwicht nodig van de krachtige overheid. De markt heeft ook om te innoveren ook een krachtige overheid nodig. Als u Mariana Mazzucato leest, hè, met de waarde van alles en een moonshot, dan geeft zij feilloos aan dat Elon Musk, die nou Twitter gaat kopen, is zo rijk geworden omdat de Verenigde Staten hem geholpen hebben zijn batterijtechnologie te ontwikkelen. Alle internet en de laptopcomputer en al die dingen is allemaal NASA-work, is door de overheid gefinancierde dingen. Dus zij toont feilloos aan dat die markt met zijn beperkte horizon van 2, 3, 4 jaar en die aandeelhouders in zijn nek, die gaat die langdurige innovaties niet doen.
Dus wij kunnen ook niet met een uitgeklede overheid. Ik wil niet zeggen dat we beslist een grote overheid nodig hebben, maar wel een krachtige overheid nodig. En ook een krachtige overheid die als het ware ook die burger ziet staan. En daarmee kom ik eigenlijk dit driehoekje ziet u twee keer langskomen. Kom ik op die gemeenschapseconomie. Want wij hebben de neiging, als het over problemen gaat in onze samenleving, inderdaad maar twee smaken te kennen. Dan hebben we de smaak dat de overheid als het ware meer ingrijpt en regels gaat stellen of gaat financieren of subsidiëren. En dan hebben we de smaak dat de markt meer gaat doen. En dat we de markt misschien nog weer aantrekkelijke condities bieden. Fiscaal of, nou ja, you name it. Grote woningstimuleringssubsidies zoals die nu in Nederland opgetuigd worden om die miljoen woningen te gaan bouwen. En dat is eigenlijk een hele beperkte manier van kijken. Want tussen overheid en markt heb je ook die burger nog en daartussenin beweegt zich de gemeenschapseconomie. En dat is een hele grote en sterke economie. En we zullen dus in een hele hoop van de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan, zullen we veel meer ook naar die driehoek moeten kijken. En naar de mogelijkheden die gemeenschapseconomie ons zal bieden. En dat hebben ook al heel veel mensen ontdekt. Tine de Moor, dat is een van onze onderzoekers die dat heel erg naar bekeken heeft. Je ziet eigenlijk wereldwijd, en dat is in dit grafiekje, ziet u al in 2004, 2005 begonnen, in de hele wereld een enorme toename van coöperatieve initiatieven. En u moet coöperatieve initiatieven eigenlijk zien als een burger die eigenlijk onder druk staat, die als het ware door de markt niet voldoende geholpen wordt en die zichzelf gaat organiseren om zichzelf te helpen. En dat is heel oud. Dat is heel oud. Toen het brood te duur was, hadden we de bakkerscoöperaties waar mensen samen brood gingen bakken. Toen het saaigoed te duur werd voor de boeren, hadden we de inkoopcombinatie het saaigoed gingen kopen. Toen als het ware de kaas gemaakt, gingen mensen kaascoöperaties. Dus dat is heel oud. Ik zal u zeggen, bij de oudste onderneming in Nederland zitten iets van 10 coöperaties die 200-300 jaar bestaan. Het is een heel oud model. En het leuke van dit onderzoek is dat je ziet dat ook op alle terreinen. Je ziet de broodfondsen, daar zijn er inmiddels een paar honderd, waar mensen, omdat ze eigenlijk zich, al die ZZP'ers, ook meer dan een miljoen in Nederland inmiddels, die met flexibele arbeidscontracten zitten, die helemaal niet meer weten waar ze toe zijn. Ja, die mensen kunnen zich ook nauwelijks verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Maar er zijn een paar honderd broodfondsen waar mensen zich aan eensluiten, gewoon op basis solidariteit en vertrouwen. Dat is ook interessant om te zien, omdat natuurlijk in onze samenleving van de afgelopen 30 jaar is de burger eigenlijk niet meer vertrouwd. Is een kostenpost geworden. En bestaat dat eigenlijk helemaal niet op die manier. En burgers organiseren dat zelf wel. Je ziet in de energiecoöperaties, als antwoord eigenlijk op de landbouwgrond waar mensen steenrijk worden om ze vol te leggen met zonnecellen. Inmiddels ook Chinese investeerders in Nederland kopen gewoon overal grond op. 20.000-30.000 euro boven de hectare die een boer kan bieden, leg hem vol met zonnecellen. Ja, dat is een groot verdienmodel. Daar zie je de energiecoöperaties ontstaan. Dat mensen eigenlijk investeren in windmolens en zonneparken en ook zelf profiteren en terugploegen in de gemeenschap. Je ziet de herenboer ontstaan. Mensen kopen een paar hectare grond en gaan hun eigen voedsel maken en stellen een boer aan. Dus dit is een hele brede beweging en daar horen de wooncoöperaties bij. En dat heeft natuurlijk in het wonen absoluut te maken met dat steeds minder mensen betaalbaar wonen. We hebben in ons boek hebben we een statistische analyse gemaakt van 40 jaar huisvesting in Nederland. Dat is heel ingewikkeld. Dat blijkt ook wel uit die Belgische onderzoeken, omdat de overheid eigenlijk die grafieken niet meer aansluit en de definities verandert in de tijd. Dus het is heel erg lastig, onderzoekstechnisch, om een beeld van 40 jaar te schetsen. Nou, we hebben dat gedaan en de man die dat voor gedaan heeft, die heeft eigenlijk een heel mooi promotieonderzoek in Amsterdam gedaan. En daar laat hij eigenlijk zien wat mensen overhouden als ze eigenlijk de woonlasten hebben betaald. En dan heeft hij gekeken, dan zou je een residueel inkomen moeten overhouden wat jou in staat stelt, volgens de Nibud-normen, als instituut voor huishouduitgaven, om de normale uitgaven van huishouden te betalen. Eten, voedsel, kleding, dat soort dingen. En hier zie je eigenlijk dat de percentages van mensen die eigenlijk daar niet meer toe in staat is. En je ziet eigenlijk dat het diepste is, en dat weten we ook wel uit de huisvesting, de single ouder, de eenoudergezinnen met kinderen. Een hele bedreigde doelgroep. Ja, dat is maar 50% die eigenlijk voldoende inkomen heeft om de uitgaven te betalen. En zo zie je dat voor al die groepen meer. Dus armoede is een enorm probleem,
De gedeputeerden noemen ook al de energiearmoede, komt er overheen. In Nederland zit 75% van de energiearmoede zit in de sociale huisvestingssector. Dus dit is ook een stapeling van factoren. En daarmee zie je eigenlijk dat huisvesting, wat zo'n groot gedeelte uit het inkomensbudget neemt, wat zo sterk ook de ontwikkelingskansen van, ook van kinderen en huishoudens bepaalt, wat zo sterk ook gezondheid bepaalt, ook in coronatijden, waar je met elkaar in een ruimte moet verkeren en moet ontwikkelen. Daar zie je het enorme belang van huisvesting. En dat is voor mij eigenlijk een belangrijke reden geweest om me zo druk te maken, al die jaren lang, als die uitgetelde vent op die grond, om te zorgen dat dat ook gaat veranderen met al die mensen om me heen. En dan kom je op die wooncoöperatie. En die wooncoöperatie is natuurlijk echt iets van burgerinitiatief. Moet je ook wel onderscheiden van het collectief CPO, het collectief particulier opdrachtgeverschap. Ik woon zelf in een CPO-project met een paar vrienden in het voornemen samen oud te worden toen onze kinderen uit huis waren. Maar wij konden ons dat permitteren. Want CPO is inmiddels iets wat alleen maar de bovenste 20-25% van de inkomenspyramide nog zich kan permitteren. En hier bouw je dus eigenlijk een woning voor eigen rekening en risico die je zelf kan verhandelen. Dus in het CPO is het handelsaspect niet weggehaald. Dat wil ook zeggen, dit blijft ook niet betaalbaar op termijn. Nou, het grote verschil is, dit blijft betaalbaar op termijn. Dit wordt zelfs elk jaar betaalbaarder. Ik zal u zeggen, de coöperaties starten met een huur, met dat kapitaalaandeel van hun bewoners, 10-20% onder de markthuren. Dat is je start. De coöperaties, de Genossenschaft in Zürich, die 100 jaar geleden zijn opgericht. Het meest extreme voorbeeld is een Genossenschaft die inmiddels 1/3 van de huur vraagt die de markt vraagt voor dezelfde woningen. Dus een coöperatie die zijn leningen heeft afgelost in de verloop van de tijd, die moet natuurlijk wel reserveren voor onderhoud en verbetering en dat soort dingen, die kan eigenlijk de woningen steeds betaalbaarder maken. En dat kun je eigenlijk al na 5 tot 10 jaar zien, want de eerste 5 tot 10 jaar zijn heel lastig. En daarna zie je eigenlijk dat effect al, dat het misschien bij aanvang niet voor de laagste inkomens betaalbaar was, maar daarna eigenlijk wel. En dat is een ongelooflijk belangrijk punt. En het is eigenlijk, je kunt dus die collectieve vormen van huisvesting, want co-housing, collectief housing, het wordt echt op een hoop gegooid. Ik moet zeggen, als je in Nederland 100 mensen vraagt wat de wooncoöperatie vraagt, krijg je 100 verschillende antwoorden. Dus we hebben dat nergens als in Nederland meer vaag en omslachtig gemaakt als in Nederland. Dat heeft alles met handel en de gerichtheid op die asset en die balans te maken, alles. Maar Daan Boshuit, dat was een van onze leden, die is kort geleden gepromoveerd in Amsterdam op coöperatief wonen. Die heeft eigenlijk met deze 6 principes perfect mogelijk gemaakt om te zeggen van wat onderscheidt het nou allemaal. Nou, ik zei u net al, in het CPO is de opbrengst niet voor het collectief, maar voor het individu. En het grote verschil is, bij een coöperatie is de opbrengst nooit voor het individu. Daar gaat nooit een euro in particuliere zak verdwijnen. En blijft dus op de balans van de coöperatie en is eeuwig aan speculatie onttrokken. En dat maakt het essentiële verschil uit in die vormen. En, want in die wooncoöperatie worden eigenlijk al deze rechten die aan leden worden toegekend, die worden toegekend aan de leden in totaal. Dus het recht op toegang, eigenlijk het eeuwigdurende woongenot, zou je kunnen zeggen, van de woningen en ook van de gedeelde voorzieningen. Maar ook het recht van opdracht geven voor het project, maar ook voor wijzigingen in het project en ook voor sloop van het project, beheer en bestuur en toelating. En ik vind het eigenlijk wel leuk om op één ding van Rut ook nog hier te reageren. Kunnen mensen dit nou? Huh? Jij roept die vraag uit. Uit mijn antwoord merkt u dat ik zelf ook vond in de fase van het ruimte maken voor het initiatief, in een strijd tussen hele grote krachten die ik als geen ander ken in Nederland, overheidskrachten, marktkrachten, marktaandelen, winstpercentages, rendementen, dat ik in die fase inderdaad zei, ja, daar moet je een stevig stel mensen nodig hebben die precies weten hoe de hazen lopen en proberen om die ruimte te maken. Maar als de passende condities aanwezig zijn, en dat kan ik echt uit ervaring uit München en uit Wenen en uit Zürich zeggen, dat er zijn burgers die zijn niet anders als u en ik. Dat zijn mensen die behoorlijk kunnen denken en die door nood gedreven ook bereid zijn energie te investeren. Dan zou ik u zeggen, in al die steden
zijn, en dat is in meer en mindere mate, ik moet er zeggen, in Wenen worden de sociale huisvestingsinstellingen zijn vaak wel trekker van de projecten, van het management van de projecten. Maar in al die steden kunnen gewone mensen met elkaar een project, een coöperatief project maken en beheren en besturen. En ik heb ook gezien dat die hele gewone mensen eigenlijk geweldig zich daardoor ontwikkelen en leren. En dat daar inderdaad stap voor stap ook de community ontstaat. Dus ik ben daar eigenlijk wel heel optimistisch over, ook door mijn ervaringen in PO en CPO en allerlei andere participatieve processen in Nederland. Dus mijn definitie van een wooncoöperatie sluit wel aan bij wat hier eerder over verteld werd. Ja, dat is dus een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om gemeenschappelijke woonbehoeften en ambities te behartigen. En daar voelt u een ander element wat ook al in jouw voorbeelden zat. Wooncoöperaties kunnen zeer verschillend zijn. Ik ken wooncoöperaties van kunstenaars die vooral met atelierruimte zijn, van muzici die willen dat muzici ongestoord muziek kunnen maken, van, mag ik zo zeggen, burgerlijke mensen die gewoon willen wonen met een voordeur en een brievenbus en helemaal geen gedoe, hebben wij spreken, tot en met kalkbraaiten, dat soort dingen die heel veel gedeelde voorzieningen hebben, die een heel strikt beleid hebben over doorstroming. Hele extreme mensen op duurzaamheid, waarbij duurzaamheid niet alleen op wonen gaat, maar ook over voeding, mobiliteit, kleding, gewoon de totale CO2-print en daarin pionieren. Dus u kunt eigenlijk zoveel ambities en woonbehoeften er zijn, zoveel coöperaties zijn er ook. En dat is juist het mooie, want die variëteit die maakt de samenleving ook sterk. En het zijn inderdaad ondernemingen zonder winstoogmerk, maar wel een onderneming met een businessplan, een balans, een winst- en verliesrekening, een financieringsplan, contacten met de banken, contacten met bedrijven, aanbestedingen, al die dingen meer. En het is natuurlijk een 100% democratische vorm. En ja, ik heb eigenlijk ervoor gekozen, dat heb ik bij mijn eerdere lezing in Antwerpen in de School of Management wel gedaan, heb ik u heel veel plaatjes laten zien. En ik ben natuurlijk toch wel ooit architect begonnen, dus ik ben wel erg van de plaatjes en de mooie projecten. Maar ik dacht, dit keer doen we dat niet. Dus dat, nou ja, ik zou zeggen, koop het boek, want er staan heel veel plaatjes in en heel veel tekeningen. Kunt u ze allemaal bekijken. Dan zult u eigenlijk iets zien dat als het over kwaliteit gaat, en dat de gedeputeerde het ook over. Mijn vrouw die had aanvankelijk wel wat bezwaar als ik in mijn vakantie een dagje coöperatieve projecten bekijken in Lassen. Ja, ze zei, ja, jij bent je project, je bent er toch al zo druk mee. Als wij. Maar ik zou zeggen, inmiddels vindt zij dat ongelooflijk leuk. Want het is, dan loop je door Wenen, door München, op grote afstand haal je die projecten eruit. Dat is een soort vrolijkheid. Dat is altijd groen. Daar lopen ook altijd kinderen. Daar zit nooit een ongebouwde plint. Daar zitten voorzieningen. Daar worden violen gebouwd. Daar worden kinderen opgevangen. Daar zit een architectenbureautje in. Daar zit, ja, van, kun je lekker eten, een kopje koffie drinken. Het is zeer duurzaam. Vaak ook 100% houtbouw. Pioniers eigenlijk in de duurzaam bouwen. Het is een hele gemengde bevolking. Ik zal je zeggen, het afgelopen zomer waren wij in Wenen, dus Wietske en ik. Dan heb ik het woonproject Wieden gebeld met de Marcus Sielke, die dat ooit gestart heeft. Ik zei, Marcus, kunnen wij bij jou slapen? Kan ik u aanraden? Al die genossenschaften hebben guestenzimmer. Gewoon hotelkwaliteit, maar voor de helft van de prijs in die dure steden daar. Hij zegt, nou Peter, weet ik niet, want wij hebben al onze guestenzimmer aan Syrische vluchtelingen vergeven. En dat is heel typerend. Ik zal u zeggen, in de genossenschaften in deze landen, het aandeel niet-Zwitsers en niet-Duitsers, en dat is echt aanzienlijk groter als in alle andere projecten. En deze solidariteit is eigenlijk ook heel erg aantoonbaar. Maar er was gelukkig één kamer niet aan Syriërs vergeven. Dus we hebben tussen de Syrische vluchtelingen een hele een leuke avond gehad daar. En ja, we waren eigenlijk ook weer geroerd en geraakt eigenlijk door de kwaliteit van dat project. En hoe de mensen daar samenleven. Bijzonder leuk. En u ziet het in Zürich ook, en ik heb mijn hele leven woningen gebouwd. Ik heb eigenlijk, toen ik ver in mijn jaar of 60 was, heb ik eigenlijk moeten ontdekken wat voor een oogkleppen ik mijn hele leven heb opgebouwd door de Nederlandse productie bepaalde manier van over wonen denken. Dat zit ook in de opleiding. Ja, de vrijheid van hoe daar over wonen wordt gedacht. Het wordt van binnenuit gedacht, de relatie binnen en buiten. Hoe de vertrekken aan elkaar moeten zitten, hoe de gemeenschappelijke dingen eraan vast moeten zitten. En dan wordt het eigenlijk gemaakt en gebouwd. En dat wil zeggen, u ziet zo'n enorme veelheid aan zulke ongelooflijk mooie woningen. Dus ik heb voor mijzelf eigenlijk het ontwerpen van woningen
opnieuw moet ontdekken. En eigenlijk als je daar doorheen kijkt, ontdek ik nog iets anders. Waar komt die kwaliteit uit voort? Ik kan zeggen, dat komt 100% uit democratische zeggenschap voort. Kijk, in Nederland, om een voorbeeld te nemen, accepteren wij vrij makkelijk een projectontwikkelaar dat hij, als hij een blokje woningen maakt, dat er een Noordoostwoning op zit, die anderhalf, twee uur zon heeft, of zelfs helemaal niet, geen balkon heeft enzovoort, wordt daar niet geaccepteerd. Dat heeft ook te maken met de doorschuifplicht vaak, want die coöperaties vragen vaak aan van hun bewoners, als je kinderen uit huis zijn, wil je dan doorschuiven? Dan zegt iemand, ja dat wil ik dan wel, maar krijg ik dan ook een gelijkwaardige woning? Met een gelijkwaardig balkon, uitzicht, zon. Als hij klein is, toch wel de plek waar ik met mijn kinderen kan eten. Dus die discussie over die kwaliteiten, die gelijkwaardigheid, die maakt dat die projecten eigenlijk er zo anders uitzien. Als dat. En dat kun je ook in Zwitserland en die steden ook zien als je de projecten vergelijkt van coöperaties en andere. En dat is nou ook een belangrijk iets om vast te houden. Dus ga naar Zürich, ga ook naar München bijvoorbeeld. Het project wat de houtbouwprijs in Duitsland gewonnen heeft 2021 is de Prins Eugen Kazerne in München. Fantastisch project, 100% houdbaar, een paar duizend woningen. Daar hebben vier coöperaties gebouwd. Een aantal van die coöperaties, een vijfde of zesde project. Dus er zijn 2000 coöperatieve woningen gebouwd de afgelopen jaren in München. Er zitten 3000 in de pijplijn. In Zürich is 30%. In Wenen zijn er tientallen projecten. Dus jongens, wij moeten, als het daarom gaat, de blik naar het oosten werpen. Niet naar de Angelsaksische wereld kijken, maar Duits leren spreken en Midden-Europa leren ontdekken. Nou, nu een paar technical details, details. Ga ik even iets hoger tempo draaien. Die grondprijs heb ik u al gezegd, ongeveer de helft van wat een belegger betaalt. Ik heb u uitgelegd waarom dat zit. Doe maar op mijn gemakkie. Nou ja, dat doe ik op mijn gemakkie. Ik kan ook wel wat sneller, maar... betaalbaarheid op lange termijn. Ja, dat heb ik u ook uitgelegd. Die coöperatieve huur, ja, die ontwikkelt zich eigenlijk gewoon op een inflatiebasis, CPI-basis. Maar ik moet het eigenlijk nog anders uitleggen. Dat is een kostprijshuur. Dus de leden krijgen eigenlijk elk jaar in de jaarvergadering de balans en de winst- en verliesrekening op de ding gezien. Dan zien ze eigenlijk wat hun verplichtingen zijn. Dat zijn dus de eerste tientallen jaren vooral kapitaalsverplichtingen, rente en aflossingen van de leningen. Dan zien ze de reserveringen voor management, voor onderhoud, de lasten voor verzekering en belastingen. En dan kunnen ze met elkaar bepalen wat eigenlijk de kostprijshuur moet zijn die daarbij past. Dus dit is eigenlijk een geabstraheerd verhaal. Dat je zegt, ja, als de kosten stijgen, hè, ook kosten van bouwmaterialen en dat soort dingen, dan moet ook die huur een beetje stijgen om die kosten goed te maken. Ik zal u zeggen, er zijn heel wat coöperaties, waaronder de Cogro, nogal radicale coöperatie in München, die hanteert de vlagmieten. Dus als je de vlag bij de koker, er staat gewoon een rechte lijn. Dus die spreken met de bewoners af, bij ons is het vlagmieten. Dat wil zeggen, elke verbetering in uw inkomen is koopkrachtverbetering. Nou, dat is toch in deze tijd wel een aantrekkelijk argument als je dat vergelijkt met die belegger. Want die doet natuurlijk precies het tegenovergestelde. Die zei, ik wil tenminste 1% boven de inflatie hebben. En u ziet ook wat er gebeurt als er gehandeld wordt. Hè. BlackRock is een grote belegger in Amsterdam inmiddels. Die koopt woningen die 500-600 euro kosten, doet er een nieuw keukentje, kost ze 1500 euro. Hè? Dus je bent je leven niet zeker. En na 15 jaar gaat de huurregulering ook van de pensioenfondsen in Nederland eraf. Die doen eigenlijk niet veel anders. Dus dat is een enorm probleem. Ja, dit vind ik ook altijd een aardig plaatje. Want ja, dit is dus als het gaat daar. Hè? Dit is dus de ledenvergadering van een wooncoöperatie. U weet dat ooit in de Zwitserse kantons werd er ook op straat gestemd. Dat was toen nog alleen met de mannen, moet ik wel zeggen. Maar staken ook de hand de lucht in als er een nieuwe onderwijzer gekozen moest worden. Of als er wel of niet voor oorlog gestemd moest worden. Of nou ja, over alles stemden ze eigenlijk. Maar eigenlijk die traditie die gaat in de coöperatie zo door. Het is gewoon one man and one vote. En wat het aardig is als je deze mensen bekijkt. Dit zijn dus niet in de meeste coöperaties uitsluitend bewonersleden. Want de meeste coöperaties hebben ook bedrijvenleden. Bijna alle coöperaties hebben een hele plint vol met bedrijfsruimte. Waar ook op die kostprijsprincipes en ook zonder winstoogmerk te maken, als ware bedrijfsruimte, ateliers, kunstenaarsruimte worden verhuurd. Dat is heel belangrijk, omdat natuurlijk in onze steden hadden we vroeger leegstaande fabrieken, omdat de industrie kapot ging of de schepen niet meer gebouwd worden of enzovoort. Ja, die zijn allemaal omgekat, allemaal gegentrificeerd, allemaal duur geworden.
Dus de broedplaatsen voor de nieuwe creatieve bedrijvigheid is eigenlijk stap voor stap voor stap uit onze steden aan het verdwijnen. En de coöperaties gaan dat eigenlijk ook voor een deel weer oppakken. Ik zei u in het begin al, drie dingen bij een coöperatie. De groep, de grond, geld. Nou, dan hebben we groep gehad wel zo'n beetje. Ik heb over grond ook wel het een en ander gezegd. Nou kom ik bij geld. Geld is inderdaad echt wel een serieus probleem. En dat was ook de reden dat ik in het begin zei, wil ik een project kunnen presenteren, wil ik wel een bankier in mijn buurt hebben. Om als het ware ook dat geld mee te helpen regelen. Het is zo dat een coöperatieve onderneming wordt inderdaad als commercieel vastgoed gezien. Hè? Dus een bank bekijkt dat als commercieel vastgoed. En die zegt eigenlijk, nou ja, als jij een mooi project maakt, dan zullen we dat taxeren. Dan krijg je met recht van hypotheek, krijg je van ons 70% ordegrootte. Ik moet zeggen, in de praktijk, omdat er andere normen zijn, varieert dat tussen 60 en 80. De GLS-bank in Duitsland die heeft als je een heel duurzaam project maakt met een hele duurzame organisatie, is nog wel een beetje hoger te gaan. En dan kom je bij de kapitaalinleg van de leden. In München is het zo, kijk, Duitsers zijn eigenlijk gewend meer te sparen om te wonen. Ik moet zeggen, in Nederland zijn we dat totaal verleerd. Want in die marktordening kon je bij een bank 106% lenen van de aankoopprijs van het huis. Dat ging jarenlang goed. Dan had je dus zonder geld kon je wonen en je werd er nog rijk van ook. Nou, dat hoef je de Hollander niet twee keer te vertellen. Maar daar zit wel druk op. De OESO heeft natuurlijk tegen Nederland gezegd, ja, u hebt dat allemaal zo aantrekkelijk gemaakt. Ook 7 miljard aan hypotheekrenteaftrek wordt er nog achteraan geschoven in Nederland. Dat als voorwaarde voor de Europese steun, dat de coronasteunfondsen, stellen wij als conditie dat u de hypotheekrente gaat aftrekken. U zult er in het huidige regeerakkoord, liberaal-christendemocratisch regeerakkoord, niks over vinden. Geen hogere vermogensbelasting, geen hogere belasting van DGA's, geen aftrek van de hypotheekrenteaftrek. Dus het voeden van die bovenste 25% gaat vooralsnog lekker door in Nederland. Ik denk eigenlijk waar we nu voor staan, met alle crisisachtige situatie, dat zelfs Nederland eraan moet geloven. Want het gaat eigenlijk niet meer zo, op allerlei redenen. Maar wij kunnen in Nederland eigenlijk door die spaarsituatie, is het gemiddelde spaartegoed van iemand met een modaal inkomen in Nederland is 9000 euro. Dus wij kunnen niet, wat in Duitsland wel gebeurt, 30% van die investeringen ophalen. Ik bedoel, de appartementen die wij hadden gemaakt in Rotterdam, die kosten 300.000 euro. 30% daarvan is 90.000 euro. Dat ga ik bij een groep lage middeninkomens, ga ik dat gewoon niet ophalen. Dus het Rotterdamse Woongenootschap had 10% afgesproken met zijn leden. Wij hebben in een noodsituatie met onze leden beraad gehad of wij niet voor een aantal jaren dat konden verhogen naar 15%, omdat die eerste jaren het lastigste waren. Amsterdam heeft nu 5% vastgesteld. Amsterdam heeft een hele mooie regeling gemaakt voor coöperaties. En daar staat in dat het minimum inleg 5% is. En die minimum inleg, zowel in Amsterdam als in de VWS-regeling die we hebben voor ouderen en zorg, die zegt ook dat die 5% meteen al in die planfase risicodragend moet worden ingezet. Banken vinden dit ook van belang, omdat voor banken is het natuurlijk van belang dat als de leden niet goed opletten, zijn ze twee dingen kwijt. Als eerst hun eigen geld en als tweede mogelijk het dak boven hun hoofd. Daarom zult u in de praktijk ook never zien dat wooncoöperaties genossenschaften failliet gaat. Dat komt gewoon niet voor. Dat is een zeer zekere debiteur. Al moet ik de Nederlandse banken daarvan nog wel overtuigen, want die hebben daar geen ervaring mee. Nou, dus je hebt hier een gat. En ik heb met Philips Caffin daar een hele discussie over. Die zegt dan eigenlijk, dit gaat gewoon niet. Achtergestelde leningen gaat u niet voor elkaar krijgen. Nou ja, ik kan hem uit de waan helpen. De eerste coöperaties zijn dat bouwen. Ik heb vrijdag een coöperatief initiatief in Groningen helpen openen daar. Die hebben dat ook voor elkaar gekregen. Weet u hoe ze dat daar voor elkaar gekregen hebben? Omdat mijn generatie, die allemaal die steden heeft, die heeft gewoon zijn woning verkocht. En die heeft 2-3 ton ingelegd in die woningen, zodat anderen minder in konden leggen. Dat is ook een interessant model van solidariteit tussen generaties. Hè? Maar goed, laten we dat even uitsluiten. Moet je dus die overbrugging hebben tussen ledenkapitaal en die bankfinanciering. Ik heb hier in het plaatje eigenlijk twee middelen aangegeven. De ene is een achtergestelde lening van 15-20% en die in 10-15 jaar kan worden afgelost. En het tweede is eigenlijk de gronduitgifte. Als de gemeente bereid is om in erfpacht uit te geven,
dan heb je dat stukje niet te financieren, heb je in de exploitatie een jaarlijkse erfpachtskanon. Nou, dit zijn dan toch mijn laatste twee, drie plaatjes, geloof ik. Als ik nou samenvat, waarom is dat coöperatief wonen eigenlijk op allerlei gebieden noodzakelijk in aanvulling op markt en overheid? Dat is omdat het huren op kostprijsbasis berekend worden en je dus geen andere vorm hebt die duurzaam betaalbaar is. Eigenlijk eeuwig betaalbaar is en steeds betaalbaarder wordt omdat er nimmer met de woningen wordt gespeculeerd. Dat is ongelooflijk wezenlijk. Er is geen andere vorm die je dat zal bieden. Zelfs de woningcorporaties in Nederland, de sociale huisvestingsinstelling, hebben op grote schaal woningen verkocht. Wordt ook niet verboden. Wat heel belangrijk is ook die volledige democratische zeggenschap. Dat maakt ook die sterke civil society, een sterke gemeenschap en ook een gemeenschap die als het ware in de buurten waar ze werken ook het nodige kan betekenen. En ik zie dus in de praktijk dat die coöperaties op veel van hun ambities ook in de andere gebieden steeds verder gaan. En ik moet u zeggen dat als ik nadenk over hoe wij naar een klimaatneutrale, houdbare planeet komen, dat eigenlijk je realiseert dat we met bouwen dan lang niet zijn. Het begint eigenlijk al bij de omvang van het bouwen. Als de gemiddelde omvang van een ruimtegebruik van een Nederlander 65 vierkante meter is, dat zijn 65 vierkante meter die gebouwd, onderhouden, beheerd en zo moet worden. Is eigenlijk gewoon niet houdbaar. Dus in de coöperatie zie je eigenlijk ook dat op dat ruimtegebruik wordt gestuurd door compacte maar goede woningen te maken met gedeelde voorzieningen. En daarmee eigenlijk efficiënter te bouwen en te beheren. Maar het gaat natuurlijk verder. Willen we die CO2-print beperken en de energie terugbrengen, dan moeten we ook over mobiliteit nadenken. Over reizen, over voeding, over kleding, over zoveel andere gebieden. En als je nou naar de theorieën kijkt van Eleanor Ostrom, de Nobelprijswinnaar economie, die dat heel goed bestudeerd heeft, dan zie je eigenlijk dat je dus een regelmechanisme nodig hebt van mensen die met elkaar regels bepalen. Het kwam ook in jouw verhaal uit, de conflictbeheersing regelen. Ik ben het met dat onderdeel als enige waar ik dan niet mee eens ben, dat je een externe daarvoor moet houden. Want in langdurig onderzoek van de commons, van de coöperaties, blijkt juist dat dat interne conflictreguleringsmechanisme essentieel is voor het duurzaam voortbestaan van die community. Dus dat moeten de mensen ook zelf oplossen. Ik kan uit mijn eigen project ook zeggen dat dat vaak tijd kost, een ding kost en heel vaak op basis van consensus gaat, maar dat daarmee wel een hele duurzame oplossing worden bereikt. Nou ja, en die civic society heb ik ook eigenlijk aangegeven. Maar we moeten ons realiseren dat die coöperaties er niet vanzelf komen. Ik ben heel blij eigenlijk met de uitgestoken hand hier van de provincie. Want ik hoop dus echt dat ook de gemeenten in Vlaanderen, maar ook de provincies, met elkaar een nieuw speelveld creëren, zoals Mazzucato dat ook aangeeft, waarop die coöperaties kunnen gaan vliegen. Waarop er niet te veel tijd en energie in die voorfase gaat, maar je inderdaad kunt zeggen, ik heb een helder kader waarmee ik kan werken, ik heb de financiering geregeld, ik kan grond krijgen, dus ik kan mijn energie steken om binnen 2-3 jaar gewoon een project te maken. Dat is ook binnen de tijdshorizon die mensen hebben. En wat hoort daarbij? Ik denk dat er altijd een beetje ondersteuning nodig is bij de opzet van coöperatie, statuten, businessplan, bedrijfsplan, woonvisie, dat soort dingen. Dat er grond beschikbaar gesteld moet worden. Amsterdam heeft eigenlijk gewoon 13 locaties in Amsterdam aangewezen waar coöperaties met een prijsvraag op kunnen inschrijven. En de beste visie krijgt gewoon de reservering voor dat stuk grond. En die grond wordt ook inderdaad tegen gematigde grondprijzen aangeboden. Dus mijn rekensom van daarnet, hè, dat het residueel moet uit de business case moet vloeien, de cashflow die een coöperatie heeft, dat is precies wat Amsterdam doet. Dat is ook noodzakelijk. Je kunt dat niet als een belegger taxeren, gaat niet. En dan zie je dat Amsterdam in de financiering 2 belangrijke stappen neemt. In de eerste plaats doen zij de voorfinanciering van de plankosten. Dat had mij in Rotterdam dus die ontwikkelaars gescheeld die op het beslissende moment voor de terugvaloptie gingen. Want dan waren wij zelf opdrachtgever geweest, hadden wij zelf de architect uitgekozen, hadden wij zelf gewoon in die positie gezeten. Heel erg prettig. En zij zorgen ook voor de overbruggingsfinanciering van dat gat tussen dat ledenkapitaal en die hypothecaire financiering. Dus in Amsterdam kan een coöperatie 50.000 euro krijgen per woning om dat gat te overbruggen.
En VWS, ons ministerie, doet eigenlijk ongeveer hetzelfde. En ik zal u zeggen, soortgelijke regelingen bestaan ook in München en Wenen en de Zürich enzovoort. Is gewoon noodzakelijk. En dan moet je natuurlijk, als je over woningbouwprogrammering gaat, moet je de woningprogrammering, dus als het over je middendure huur gaat, moet je gewoon, zeggen wij in ons boek, de helft van je middendure huur aanwijzen als coöperatief. En dan mag de markt de andere helft doen. En dan zou ik daar ook condities aan binden, doet München ook. Dan is kapitaal welkom, maar liever niet van KKR en BlackRock en dat soort partijen, uitsluitend geduldig kapitaal. In München is geduldig kapitaal, kapitaal wat tenminste 30 jaar in de investering blijft zitten. En dat loopt in München op tot 50, 60 jaar. Dus ik zou zeggen, geduldig kapitaal is welkom, ook van de markt. Maar het flitskapitaal houden wij gewoon buiten de deur. Dat is hard noodzakelijk. Dat is namelijk een belangrijke oorzaak van alle problemen. Nou ja, dan bent u er ongeveer. En wat kunnen de hogere overheden doen? Dat hebben we hebben ons boek aan de minister aan kunnen bieden. Die heeft ook ons huiswerk geaccepteerd. Dit is ongeveer het huiswerk wat de minister Hugo de Jonge hebben meegegeven. Wij merken bij de banken dat een heldere definitie wat een coöperatie wel en niet is. En bijvoorbeeld wat het minimale ledenkapitaal is en welke eisen je aan de instituten stelt en al die dingen meer. Dat enorm helpt bij de beoordeling van het instituut. Dus dat is iets wat de hogere overheid kan doen. Zou ook een provincie kunnen doen of een gewest. Ik weet niet hoe dat in België precies werkt. Maar daar kun je echt een rol in spelen, in dit soort dingen. Het tweede is eigenlijk dat je natuurlijk in die financiering kan je ook een gewestelijke of een provinciale of landelijke faciliteit opstellen. Ik moet zeggen, voordat gemeente Amsterdam eigenlijk zijn regeling had, had de provincie Noord-Holland een regeling waar de eerste coöperatie, de Warre, mee is gaan bouwen. Dus dat de Warre nu wordt opgeleverd over een paar weken, is eigenlijk in Nederland aan de provincie te danken, niet aan de gemeente. In Zwitserland heb je een Fonds de Roulement in Bern. Dus elke coöperatie die uit een prijsvraag een grondreservering heeft gekregen, schrijft een briefje naar Bern met zijn statuten erbij en zijn grondreservering en krijgt dan gewoon een lening van het Fonds de Roulement. En daar zit ook nog een solidariteitsfonds achter, wat als het ware coöperaties kan helpen. Heel belangrijk eigenlijk in die financiering. En dan is het zo dat overheden, ook hoge overheden, hebben een hoop grond. Hè. Nederland, ook de staat, heeft een enorm vastgoedbedrijf. Dus we hebben de minister ook gevraagd om zijn eigen vastgoed en grondbezit ook bij voorrang voor coöperaties in te zetten. Als we het zo doen, dan gaan de coöperaties vliegen. Ook in België ben ik van overtuigd. Heb ik toch nog één plaatje voor u. Als u in Zürich Zürich uitgaat en u gaat links de hoek om, 100 meter van het Bahnhof is net opgeleverd, Solhaus Zürich. En een fantastisch project. Je ziet een aantal van die dingen die ik al noemde. Het gaat nooit alleen over wonen. Er zitten heel veel faciliteiten. Je kunt er lekker eten. Er zitten guestenzimmer in. Er zitten kinderopvang in. Er zit eigenlijk van alle mooie fietsenstallingen in. Echt van alles. Hier ziet u eigenlijk wat er allemaal zit. Nu is net eraf gevallen. De gemiddelde gebruiksruimte ligt onder de 30 vierkante meter. En dan zie je eigenlijk ook dat die gemiddelde omvang is mogelijk door die gedeelde voorzieningen en die uitloop die je hebt. En dat draagt ook bij aan betaalbaarheid en draagt ook bij aan innovatie van de plattegronden. En dat wil zeggen, een gezin heeft dan gewoon 80, 90 vierkante meter. Maar een alleenstaande heeft een eigen unit van 30 met een aantal gedeelde voorzieningen. Die vaak op een slimme manier gestapeld zijn. En u ziet in al deze projecten, ziet u eigenlijk ook dat er in leeftijd, in huishoudensomvang, in etniciteit, in eigenlijk alles, een enorme inclusiviteit is van alle mogelijke bevolkingsgroepen. Daar onderscheiden ook al die coöperaties in. Dus ik wens u toe eigenlijk dat het ook in de provincie Antwerpen, de steden en dorpen hier gaat vliegen. En dat, als ik het zo hoor, zijn er buiten de initiatieven die Rutte heeft onderzocht, een aantal anderen in de pijplijn. Ik hoor Knokke, ik hoor Leuven. Dat gaat elkaar enorm helpen. Dan gaan we bij elkaar op bezoek, dan gaan we kijken, dan gaan we enthousiast worden en dan gaan mensen een ander perspectief ontdekken. Dank u wel.